ons in de straat wandelt dagelijks een echtpaar op leeftijd met hun tackle. Zo'n zwart-bruine, langharige met van die bruine vlekjes boven zijn ogen. 3 keer per dag lopen ze hun vaste rondje langs ons huis en doet het hondje een plasje tegen onze heg. Soms komen we elkaar ook wel eens tegen op de stoep, maar van gedag zeggen of een kort gesprekje is het eigenlijk nooit gekomen. Ik heb het wel geprobeerd, maar contact maken is lastig met deze mensen. Ze lopen vaak met hun hoofd gebogen naar beneden en ze wekken daarmee de indruk dat ze geen contact willen. Nou, geen probleem natuurlijk. Leven en laten leven. Maar ja, toch. Het zijn toch mensen uit mijn buurt. En ik heb het gevoel door hun dagelijkse routine dat ik ze wel een beetje ken. Maar ja, van gedag zeggen, daar staat toch niet iedereen voor open. Ja, misschien als ik ze in een hele andere omgeving tegen zou komen, zouden we wel een blik van herkenning hebben naar elkaar toe. Of zou er misschien wel een gesprekje ontstaan of we elkaar niet kennen vanuit de eilandenbuurt. Maar ja, nu in mijn eigen straat, zij met het hondje. Ja, het is toch fijn soms, hè? Wanneer een wild vreemde informeert of alles oké is. Maar ja, toch kom ik er niet aan toe. Ik laat ze voorbij gaan. Ik vraag me dan af, ben ik zo op mezelf? Ben ik zo individualistisch geworden? Want in straten als deze kan het zomaar gebeuren dat mensen scheiden, depressief worden of misschien wel erger uit het leven stappen. En niemand had wel door. En is het dan juist niet fijn dat iemand, gewoon een willekeurig mens, eens informeert hoe het met je gaat? Ik mijmerde een beetje over hoeveel van dit soort mensen er zouden zijn. De vrouw met het hondje, de man met de hoed. Nou ja, al die bijnamen die je vroeger had. Elke buurt heeft er wel één. Iemand die opvalt. En hoe ziet hun leven er eigenlijk uit? Het leven waar nooit iemand naar vraagt. Het was op een woensdag. De coronamaatregelen liepen een beetje op zijn einde. En het viel me eigenlijk al op dat de dame al een paar weken steeds alleen zonder haar man de vaste uitlaatrondjes deed. En ja, elke keer als ik haar zo zag, dan brandde bij mij de vraag of er iets met haar man aan de hand zou zijn. En die vraag liet me niet meer los. Ik sprak haar thuis over, maar ook binnen mijn sociale contacten. En ja, ik vroeg me steeds af waarom ik niet gewoon de vraag stelde die me bezig hield. Was ik misschien bang voor een stortvloed aan verhalen? Of was ik ook te veel op mezelf gericht? Ik ken de buurten wel, ik kom er voor mijn werk en ik had gezien hoe corona ook juist in heel veel buurten voor saamhorigheid had gezorgd. En er waren veel gesprekken geweest over hoe we dit konden vasthouden en niet weer zouden verzanden in oude patronen. En dan zou ik het zelf niet doen in mijn eigen buurt. Ik besloot haar gewoon te vragen, de volgende dag, als ze weer met haar tackeltje tegen mijn heg kwam plassen. Ineens zag ik haar de hoek om komen. Ik wilde net naar de gang lopen voor mijn jas als ik zie dat ze gevolgd wordt. Nou, heel tevreden lopen ze daar samen, de oude dame en haar man. En de tackle daar blij achteraan hobbelend, blij omdat ze weer gewoon konden doen. Dit audiofragment maakt onderdeel uit van de Wijk Audiotour Oosterheem. Heb jij ook een verhaal dat je wilt delen? Of wil je meer informatie over de audiotour of de werkzaamheden van Wijk? Neem dan contact op via info@wijk-zoetermeer.nl.